minder dan 1,5 meter een goede wargameslag doen? Dat was vandaag de belangrijkste vraag bij de amsterdam6shooters. Ik leg een groot dilemma voor aan een van onze meest wijze leden. 150%. Houden jouw piraten wel 1,5 meter afstand? Ja, maar dat is de lengte tot aan de bajonet. Ja. En daarna is het een kwestie van mondkapjes op, maar toch snoeihard erop. Met Maarten deed ik een spel The Men Who Would Be Kings, koloniaal soldaatje spelen. Mark, Rob en Kai deden de politiek al even incorrecte Amerikaanse burgeroorlog. De vraag is natuurlijk wat er überhaupt politiek correct is aan wargamen. Misschien wel dat kermisvliegtuig van Pablo. Of Age of Sigmar, natuurlijk. Blood and Plunder. Ouderwets knallen met piraten, maar dan aangevuld met een kaartensetje. En hier de drie caballeros. Rogier rukte met zijn Spanjaarden op vanuit het oosten, Robert met zijn piraten vanuit het noorden en Fred met zijn Hollanders vanuit het westen. Simpel plan. The Men Who Would Be Kings was erg simpel, maar wel leuk. Zullen we met hun doen? Ook die kant op. Ja hoor, geen probleem. Dit is Pablo die tegen Richard 40k deed. Ze gingen de hele middag door. Er kwam vaart in Blood and Plunder. Hey, volgens mij wordt het tijd voor een volgende kaart. Goed zo. Eentje geld. Nou, oké. En dan moet je nog 2 fatigue voor je. Ja. Ja, dat kon wel eens pijnlijk worden. Voorop liep de American Civil War niet heel goed af. Nou, Dolsteen is sowieso gekomen. We moeten een nieuwe voor hebben, dan gaat het nieuwe worden. Doe nog één laatste rondje. Nou, ik denk dat we heel hard weg gaan lopen. Ja. Gewoon, dat is het enige wat we kunnen doen. En dan komt het wel weer goed allemaal. Hoor. Ik probeer het volgende week nog een keertje. Jörn speelde leuk, tegen Graham met fluweel handschoen. Hij heeft geen regels meer, ik kan niet meer spelen, wat heel jammer is. 2+. Wat is precies het plan? Nou, ik ga deze man, met zijn their finest hour, gaat hij hier suicidaal inrennen. En dan hopen dat hij genoeg damage doet om die draak dood te maken. Deze zetten? En ik hoop dat we zo ver komen en dan zien we wel weer verder. De drie caballeros bleven doorstrijden om de eer. Wat is het plan? Het plan is niet verliezen. Dat is al een hele uitdaging. En op welke manier wil je dat bereiken? Dat weet ik nog niet. Dat is een ongoing plan. Wacht even, dan ga ik hier dobbelen. Zodat je dat niet ziet. Ja? Toon ze maar. Blijven ze beter liggen. Die is mis. Die is mis, ik heb er 2 raak. Hop. Ik ga een reroll doen. Hoppa, we komen. 1, 2, 3, 4 mis, 3 raak. En is dit een winnende dobbelsteenrol? Nee, dat denk ik niet. De Spaanse stier won uiteindelijk. Hier, hoe is het gegaan? Nou, ik ben heel erg blij met deze fantastische overwinning. Ik had niet anders verwacht, maar het is eigenlijk gewoon het feit dat Fred de hele tijd goed gooide, dat het überhaupt nog een battle is geweest. Ja. Dankjewel voor deze pot. Fred, ja, hoe is het gegaan? Ik ben ook blij dat ik de hele battle goed heb gegooid. En dat Rogier echt heel beroerd heeft gegooid. Daarom heeft hij nog zoveel model op tafel. Nou ja, en, dat is gewoon tactisch. Tactisch!